Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Na superveel vragen ga ik nog eens mijn updated make-up routine laten zien, wat ik dagelijks doe. Het is best simpel, er zijn wel meer stappen als dat ik in de zomer had, omdat in de winter ik het gevoel heb dat ik wel iets meer make-up nodig heb. Je ziet ook wel dat mijn gezicht witter is dan mijn lijf nog eens. Dus ja, heb ik gewoon het gevoel dat ik meer op mijn gezicht moet smeren. Oké, ik ga gewoon erin vliegen. Ik heb trouwens hier thee. Ik ga beginnen met een primer. Dit is de Pure Canvas Primer Hydraterend, dus van Laura Mercier. Of Mercier? Mercier? Ik weet eigenlijk niet hoe dat uitspreekt, maar ik pak ongeveer zoveel. Heel mijn gezicht insmeren. Dat zorgt er ook voor dat de make-up niet in je poriën gaat, de primer. En dat je make-up veel beter blijft zitten. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Want vroeger had ik wel heel vaak, als ik mijn make-up deed s'avonds, s'avonds ik niet meer veel op had. Dus ja, handig. Dan ga ik twee concealers gebruiken. Ik gebruik de Instant Anti-Age Erase Concealer van Maybelline. Dat is al jaren mijn favoriete concealer. Ik weet wel niet welke kleur ik heb. Staat er ook, hier staat het Sand, 07 Sand. En dan gebruik ik ook nog de Maybelline Fit Me Concealer in de kleur 25. Dus ik ga eerst met deze. Ik doe eigenlijk geen foundation, maar alleen concealer. Dus ik ga onder mijn ogen in een soort driehoek. Zo. En dan aan de andere kant. En ik doe ook wel... Hier heb ik zo wel wat rood. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar dat doe ik zo'n beetje mee. Dan doe ik meestal hier nog een fake op mijn voorhoofd. Hier, hier en hier een stipje. Dus dat doe ik eigenlijk van concealer. Eigenlijk kan ik ook gewoon foundation over heel mijn gezicht doen, maar ik vind foundation zo'n dik gevoel geven. En dat heb ik niet graag. Ik heb niet graag het gevoel dat ik echt veel make-up op mijn gezicht heb. Oké, dan ga ik met mijn beauty blender alles inwerken. Ik maak mijn beauty blender trouwens echt nooit meer nat. Vroeger maakte ik die altijd nat en tegenwoordig doe ik dat eigenlijk niet meer. Ten eerste omdat ik lui ben om naar de wasbak te gaan en die nog nat te maken. En ten tweede, omdat die zo ook wel best goed werkt, vind ik. Ik zou wel mijn beauty blender eens moeten vervangen. Want ik heb die denk ik al van maart of zo, deze. En je zou die eigenlijk om de 3 dagen moeten vervangen. Oké, ik ga ook een klein beetje nog eens over mijn oogleden, want die zien soms zo wel wat rood. Voilà, dit is concealer 1. En dan mijn tweede concealer is wat bruiner, alleen minder wit zal ik zeggen. En dan doe ik eigenlijk ook gewoon wat puntjes onder mijn ogen. Mijn grootste ding vind ik waarom ik concealeren moet, waarom ik make-up moet, is omdat ik vind dat ik donkere kringen heb onder mijn ogen. En als ik geen mascara of zo op heb, dat ik er heel moe uitzie. Dus daarom doe ik nog een extra laag onder mijn ogen. En de tweede kant. Ik doe dit echt wel op 10 minuutjes, 's ochtends, nog niet denk ik. Omdat dat gewoon echt mijn dagelijkse routine is. En dan zo zit het ingebakken. Voilà. En mijn gezicht ziet nog altijd wel heel wit, zie ik nu op camera. Maar in de spiegel lijkt dat niet zo wit. Dus dat is wel raar. Oké, zelfs met de bronzer gaat dat wel sowieso een beetje beter zijn. Dan ga ik poeder pakken. Dit is Translucent Powder. In... Het heeft geen kleur. Maar ook van Laura Mercier. Dat doe ik meestal zo in het dekseltje. Dan ga ik eerst onder mijn ogen een beetje
baken, hoe zeggen ze dat? Dus dat poeder aanbrengen. Zo. En aan de andere kant ook. Omdat als ik mascara doe, en zeker geen waterproof mascara, dan heb ik best wel fel dat dat smudged op mijn onderkant en bovenkant. Dus ik ga met de overschot mijn ooglid wat doen. En zo waar mijn mascara komt, dat daar ook zeker niks gaat smudgen van mijn mascara. En dan pak ik mijn borstel. Mijn borstels trouwens zijn van, deze zijn Real Techniques. Zo heb ik er 3. En deze 2 zijn ook van Laura Mercier. Dus dan ga ik met mijn poederborstel erin. En over mijn hoofd. Ik blink nogal redelijk snel. Dus poeder is voor mij wel heel belangrijk. Voilà. Ik zie nog altijd zo wit. Oh god. Ja, keep in mind, ik ben geen pro in make-up. Dat is gewoon wat ik dagelijks doe. Maar dan gaan we met de bronzer. Ik gebruik deze bronzer, ook van Laura Mercier. Ik heb er pas een pakketje van ontvangen. Met allemaal producten. En ik ben die beginnen te gebruiken. En ik moet zeggen dat ik die wel echt heel goed vind. Oké, dan gaan we eigenlijk gewoon hier contouren. Zo in een soort 3. Met hier onderin. En ik doe dat niet zo heel nauw of zo. Gewoon dat er niet zo'n streep is of zo. Doe ik een beetje op mijn voorhoofd, een beetje mijn nek, op mijn wang. En dan met mijn borstel ga ik eigenlijk met de overschot nog eens over mijn gezicht, zodat ik niet te wit zie. Ik zou eigenlijk eens donkerdere concealers moeten kopen. Maar ik weet niet welke kleur ik dan moet pakken. Dat is altijd zo'n heel gedoe, vind ik, als je concealer moet kopen. Oké. Ik ga dan het brow pencil, Precisely My Brow Pencil van Benefit gebruiken in de kleur 3.5. En het 24 uur brow setter, ook van Benefit in, ja, dat heeft geen kleur, dat is gewoon een clear gloss. Wat ik dan ga doen is mijn wenkbrauwen van voor redelijk omhoog kammen. Zo, ik weet niet als jullie het goed zien. En dan opzij, gewoon dat die wat mooier in vorm liggen. En dan ga ik met mijn penseeltje eigenlijk streepjes trekken van voor. Want aan deze kant is dat niet zo goed gevormd niet meer. Ik heb ooit mijn wenkbrauw laten microbladen. Maar dat is wel al bijna 2 jaar geleden, denk ik. Dus het is er al redelijk uit. Maar je ziet het toch nog wel wat. Maar ik heb dus eigenlijk zo wat streepjes getrokken nu. Dat mijn wenkbrauwen van voor wat voller lijken. En dan kleur ik een beetje bij aan het staartje. Eigenlijk heel simpel. Voilà. Deze kant is ook echt dikker dan de andere. Maar uw wenkbrauwen zijn geen tweelingen. Of wat zeggen ze altijd? Maar zijn zusjes. Dus die... Of nee, uw wenkbrauwen zijn tweelingen. Maar geen één eigen tweeling. Nee, ik weet het niet, maar alleszins, er is zo'n gezegde. Dan kam ik er hier van voor nog eens een beetje over. En dan pak ik mijn setting spray, die ik altijd heel moeilijk open krijg trouwens, omdat ik die zo wat overdraaid heb. En dan ga ik mijn wenkbrauwen zetten met een gelke. Ik heb lange wenkbrauwhaartjes, dus dat is echt wel nodig voor mij. In het begin ga ik altijd omhoog. Naar omhoog en dan hier ga ik gewoon mee met de vorm van mijn wenkbrauw. Voilà. Zo zien ze er dan uit. En dan, of next, is, ja, ik weet niet of dit de juiste volgorde is van hoe make-up moet gedaan worden. Maar ik doe dan mijn mascara voordat ik blush en highlighter ga doen.
Dus ik ga eerst mascara doen. Ik gebruik er twee. Ik gebruik de Falsies Lash Lift van Maybelline. En dat is geen waterproof. Maar daarover doe ik de Rocket Volume Express waterproof. Want dan smudge dat niet als ik dat erover doe. Ik ga eerst nog mijn wimpers krullen. Dat doe ik altijd. Dus even vasthouden. Mannen vinden dit altijd zoiets raar. Als ik dat doe, dan zegt Niels altijd, wat is dat? Dat ziet er pijnlijk uit. Maar dat doet geen pijn, hè. Het is gewoon goed om een krul in je wimpers te krijgen. Oké, dan ga ik eerst met de falsies over mijn bovenste wimpers. Ik ben benieuwd trouwens wat voor make-up jullie gebruiken. Gebruiken jullie meer high-end make-up zoals Laura Mercier of Bobbi Brown en zo van die dingen? Of gebruiken jullie eerder Maybelline en Essence of zo van het kruidvat? Ik ben wel benieuwd. Ik gebruik wel een mix zoals jullie kunnen zien. Ik ga er nu trouwens over met de waterproof aan de ene kant voordat dat droog is. Maar ik gebruik dus een mix. Ik gebruik heel veel Maybelline. Maar ik heb ook best wel veel Benefit. Maar ik switch altijd per seizoen. Dus dit is echt nog wel mijn herfstige make-up. En ik ga denk ik voor de winter meer switchen. Vooral dan van blush en zo. Maar dat zullen jullie wel zien. Oké, dit is één oog van boven gedaan. En dat maakt al zo'n verschil, vind ik. Dan de andere. Eerst weer met de niet waterproof mascara. Ik gebruik trouwens ook Revita Lash elke avond. Dat is een serum om uw wimpers te laten groeien. Ik heb mijn van bij Maison Charlotte. Mijn wimpers waren er echt zo lang van. Dat is echt niet normaal. Dat is echt een van de beste uitvindingen. Nu pak ik weer de waterproof, de Rocket mascara. Die ga ik er weer over. Ik weet eigenlijk niet. Als je twee mascara's over elkaar kunt gebruiken, maar bij mij werkt dat wel echt altijd. En zoals ik zei, ik moet echt wel een waterproof mascara erover hebben. Want anders ga ik echt binnen een paar uren hier allemaal zwart hebben. En ook van onder heb ik dan heel vaak zwart. En dat willen we niet, hè. Dus als je dat vaak hebt of je hebt een hele vette huid, dan is dat misschien wel een tip om hier goed te poederen en dan ook een waterproof mascara te gebruiken. Plus, waterproof mascara houdt ook echt heel goed de krul in je wimpers. Daarom vind ik die ook leuker, waterproof gewoon, dan gewone, omdat dan gaan je wimpers meer rechter komen te staan. Dat is bewezen, dat heb ik al eens opgezocht, dus dat is geen rommel wat ik aan het vertellen ben. Oké, dan laat ik dat meestal altijd drogen. Ik weet ook niet waarom ik dat doe. Maar dan ga ik dus mijn blush en mijn highlighter doen voor ik mijn onderste wimpers ga doen. Dus dit is mijn blush. Je ziet, het is een redelijk felle kleur, dus wel wat zomers. Dit is de kleur Peach, ook van Laura Mercier. Dan pak ik mijn Real Techniques blushborstel. En dan doe ik dat een beetje op de apples of my cheeks. Deze kleurt ook echt heel hard. Je ziet hier al dat ik een beetje te fel heb gedaan. Maar als ik te fel heb gedaan, je hebt hier echt niet veel van nodig, dan pak ik even mijn gewone poederborstel. En dan ga ik daar nog eens wat over, dat dat iets minder is. Zo. Voilà, dat is mijn blush. Dan voor highlighter. Deze vind ik trouwens echt heel mooi. Dat is ook Laura Mercier en deze noemt Indiscretion. Indiscretion. Oké. Okay. En die is echt zo mooi. Echt zo een champagne highlighter kleur. En die ook niet te fel is. Want soms zijn highlighters zo echt heel fel dat je precies een streep hebt. Deze ga ik trouwens zo bovenaan mijn jukbeenderen doen. En een beetje hier naar mijn oog toe. Zo die C een beetje. En dan ga ik ook een klein beetje op het puntje van mijn neus doen. Dan lijkt de neus smaller. En hier op de cupid's bow lijken uw lippen iets dikker.
Heel soms doe ik ook nog zo onder mijn wenkbrauwen. Hier bijvoorbeeld gewoon met de overschot. Dat daar ook wat blijft, maar dat doe ik niet altijd. Oké, dan nog het enige wat ik moet doen is mijn onderste lijstjes. En aangezien ik al wat ouder aan het worden ben, heb ik hier zo van die... Ja, ik weet niet als jullie het goed zien, maar van die rimpeltjes aan het krijgen. Dus na mijn concealer trekt zo mijn make-up daar wat in. Dus dan pak ik terug mijn borstel waarmee ik poeder onder mijn ogen doe. En dan veeg ik eigenlijk nog eens goed in die lijntjes. Ik zie ook hier dat hier iets hangt. Oké, wat slaapt precies in mijn ogen. Voilà. En dan ga ik met mijn waterproof mascara ook de onderkant nog doen. Dat is altijd zo mooi zicht, hè. Maar ze zeggen toch, dan lijkt je op een vis. Want je moet zo doen om dat strak te maken. Heel mooi. Maar anders dan komt dat zo... Amai, dat is moeilijk zo praten. Maar anders dan smudgt dat zo tegen u. Onderste van uw oog. En ook nog een tip. Voor de onderkant van mijn lijstjes gebruik ik graag zo'n harde plastieke borstel. Zoals deze. Omdat dat echt veel beter die haartjes pakt als je zo'n hele dikke borstel hebt. Dan vind ik dat ik altijd tegen de onderkant zit. En dan heb ik allemaal opkuiswerk daarna. Ze zijn hier trouwens in de buurt aan het werken. Zoals heel veel geklop hoort. Of dacht tijdens de video, wat is dat geklop? Ze zijn hier dus, ik denk appartement of zoiets aan het bouwen. En voilà. Dit is dus mijn dagelijkse make-up look. Niet heel veel speciaal. Ik doe ook meestal dagelijks geen lippenstift. Als ik lippenstift doe, ik heb er hier nu geen in de buurt, maar dan doe ik meestal de Velvet Teddy van MAC. Eerst een liner en dan de lippenstift. Wat ik wel soms nog doe, maar dat doe ik meestal 's ochtends als ik mijn tanden ga poetsen nadat ik me heb geschminkt. Een beetje vegen over mijn lip, want je pakt vaak met concealer of zo je lippen een beetje mee en dan wordt die zo wat lichter. Maar ja, dit is mijn dagelijkse make-up look. Niet heel veel speciaals, maar toch een wereld van verschillen, vind ik. Ik vind altijd dat ik er veel beter uitzie met make-up, maar ik gok dat de meerderheid van de meisjes die make-up dragen, dat ook wel vinden van zijn eigen. Maar toch, ik probeer mezelf ook te embracen zonder make-up. Dat is ook belangrijk, hè. Zo, dat was dus mijn dagelijkse make-up routine en alle producten die ik gebruik. Mochten jullie nog vragen hebben of zo voor mij, of over mijn make-up routine, laat het mij dan maar weten in de comments. Ik hoop dat jullie allemaal heel safe zijn en in deze lockdown het goed volhouden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!